volgende koffiebreak met vandaag Rijmke van den Beemt. En ik raakte met haar in contact naar aanleiding van een post op LinkedIn, waarin zij iets heel moois zei over studenten die haar herkenden, terwijl ze eigenlijk nog nooit zo vaak gezien had. En daarna heb ik met haar gesproken en dat gesprek ging vooral heel erg over energie. De energie die je zelf hebt en die je misschien kan overdragen. En energie die studenten opdoen door jou en onderling ook weer uitwisselen. Dus daar wil ik het met haar vandaag heel graag over gaan hebben. Rijmke, wil je je misschien eerst even kort voorstellen? Wie ben je? Wat doe je dagelijks? Dat soort dingen. Ja, tuurlijk. Mijn naam is Rijmke. Ik ben docent bij Avans Hogeschool in Breda. Daar ben ik docent aan de opleiding communicatie. Ik heb zelf een vormgeven achtergrond. Ik ben ook nog ondernemer. Ik ben eigenlijk van huis uit animatiefilmmaker. En wat ik dan bij Avans doe, is vooral de visuele communicatie. Daar geef ik les in. En ik ben coach, mentor van een aantal klassen. Oké. Nou, dus heel veel taken en ook nog in je vrije tijd aan het werk. Zo klinkt het eigenlijk. Toen was daar ineens corona. En ik heb het idee een beetje dat jij dan denkt, dat is dan zo. Laten we er maar wat van gaan maken. Dus het klinkt bij jou elke keer als heel veel energie. Hoe doe je dat en hoe hou je dat vol? En wat doe je precies om ook je studenten aan de gang te houden en te bereiken? Ja, nou, voor mij, de wereld ging op slot. Ik zat al iets eerder thuis omdat mijn dochter verkouden was. En ik geloof heel erg in efficiëntie. Dus ik denk dan, wat kost me de minste energie? En de minste energie is meebewegen met de wereld. In plaats van in verzet gaan. Dat past niet bij mij. En ik denk dan, dit biedt weer een mooie kans om dingen uit te gaan proberen. En weer nieuwe dingen te leren zelf. Dus in dat opzicht zag ik daar alleen maar kansen in, inderdaad. Wat heb je dan zoal gedaan? Wat ben je anders gaan doen? Of wat moest je noodgedwongen anders doen? In het begin zijn we natuurlijk heel veel online gaan lesgeven. En eigenlijk kwam ik er al heel snel achter dat ik dat heel erg fijn vind. En ik ben in mijn team daarin een van de weinigen. Maar ik was ook aan het nadenken, wat maakt nu dat ik online lesgeven leuk vind? Mm-hmm. En dat is dat het mij heel veel prikkels scheelt. Dus normaal sta je in een klassituatie, vind ik ook leuk, hè? Laat dat even heel duidelijk zijn. Maar normaal zit je dus in een klassituatie en dan daarachter in de klas zit iemand op zijn telefoon. Oh nee, er moet ook nog iemand naar de wc, daar zijn ze koekjes aan het uitwisselen en weer een ander komt te laat binnen. En dat is helemaal prima, daar heb ik verder niet zoveel problemen mee, maar ik zie het allemaal, ik registreer het allemaal. Ja. En als ik thuis mijn les geef, maakt het me oprecht niet uit of die kids een hele rol Oreo koekjes achterover aan het slaan zijn. Afhankelijk van het soort les zeg ik ook heel vaak, weet je, zet je camera aan, zet hem niet aan. Waar jij je fijn bij voelt op dit moment. Ik kan me ook voorstellen dat niet altijd prettig is. Dus dus. ik heb meer energie als ik online les geef. Oké. Dus minder afleiding van. Daardoor hou je zelf meer energie over. Dat is al een hele grappige gedachte. Maar je vertelde me eerder van het is ook wel belangrijk om energie te hebben en die een soort over te dragen aan de studenten, zodat ze aan de gang blijven, dat ze enthousiast worden voor je vakken. Hoe doe je dat dan? Met wat tools? Wat voor tools? Nou, een van de dingen die ik eigenlijk ook heel snel ben gaan doen toen de wereld op slot ging, is trainingen zoeken die heel erg gingen over hoe breng je nou stof over via een scherm. Dus ik heb een aantal modereertrainingen gedaan. Ik ben me gaan verdiepen in bijvoorbeeld liberating structures. Om te kijken, hoe doe je dat? Hoe houden die mensen de energie hoog? En eigenlijk mijn allereerste ding wat me opviel is, hoe kom je binnen? Dit is gewoon net als in een echt fysiek lokaal. Als je binnenkomt en je docent zit zelf achter een computer en het voelt bijna alsof je diegene stoort. Ja, dat is geen leuke binnenkomer als student. Maar als je binnenkomt en er staat een student in en zegt, hey, tof dat je er bent, hoe gaat het? En die maakt gewoon even een beetje small talk. En die heeft het gevoel van, hey, ik ben welkom. De student of de docent heeft er zin in.
dat is anders binnenkomen. Dus voor mij is echt een van de eerste dingen die ik ben gaan doen, is gewoon heel vaak benoemen aan het begin van de les. Jongens, ik vind het superleuk dat jullie er zijn, ook online. En ik heb er heel veel zin in en we gaan er met z'n allen iets van maken. En dat is gewoon een andere energie waarmee studenten ook binnenkomen dan wanneer ik zou zeggen, nou ja, jammer dat het allemaal zo moet. Ik had liever gehad. Ja, nee, dat is niet dienend. Nee, oké. Okay. Nou ja, dan heb je ze dus binnen. Dan zitten ze al dan niet zichtbaar achter het scherm. Soms zijn het zwarte schermpjes, maar zo te horen stoor jij je daar dan niet zo vreselijk aan. Dan ga je gewoon toch bezig. En wat zijn er dan verder nog voor dingen waardoor jij energie geeft, die studenten? Nou, een van de dingen die ik wel altijd ook benoem, dus ik zeg leuk dat je er bent, je hoeft je camera dan niet per se altijd aan te zetten, maar wat ik wel van je vraag is of je actief in de chat bent. Ik kom een beetje uit de MSN-generatie, dus ik kan vrij snel lezen en zenden tegelijk. Dus ik merk dat ik bijvoorbeeld heel veel polletjes altijd doe. Hoe zit je erbij, weet je? 'S ochtends vroeg, als we om 8:45 starten, ben je A, team pyjama, of ben je B, team, ik zit er helemaal klaar voor, al helemaal in het net. Mm-hmm. En eigenlijk ben ik de hele tijd op zo'n manier ook met ze aan het schakelen via de chat. Ik vind het oprecht heel vervelend als ik een 1,5 uur zou moeten zenden. Dus ik wil juist dat ze vragen stellen. En dat vraag ik ook. Als je een vraag hebt, stel hem in de chat. Ik onderbreek mijn les. Ik ga eerst je vraag beantwoorden, zoals ze dat normaal ook zouden doen. Ja. Dus aan die kant hou ik er heel veel interactie in. En ik denk ook wel dynamiek. Betekent ook dat we soms totaal over iets heel anders gaan kletsen. Die ruimte vind ik ook dat er mag zijn. Soms heb ik een foto, weet ik veel, van een ijsje of zo in mijn slide zitten. En dan gaat het gesprek ineens over ijsjes. En dat is helemaal prima. Of over de series die ze aan het kijken zijn. En die, weet je, dat mag er ook zijn. Ik ben er niet alleen maar om kennis te dumpen bij ze. Maar ook gewoon om een sociaal aspect te vervullen. Okay. En wat ik daarnaast ook nog doe, is gewoon soms dingen uitproberen. Dan zeg ik, oké, jongens, ik heb iets nieuws bedacht. Ik ga nu wisselen tussen de presentatie en een nieuwe tool, whiteboard of mural. Of ik weet ook niet helemaal hoe het werkt. We gaan het gewoon proberen. En als het misgaat, nou ja, dan is het een leerervaring. En dat is ook helemaal prima. Dus ja, zo. Mooi, mooi. Heb je het gevoel dat je daardoor de contact houdt, binding houdt met de studenten? En ja, je zei eigenlijk in het begin al een beetje van, goh, ik zie het ook wel bij andere docenten die het wat moeilijker hebben. Heb je daar misschien nog een tip voor die mensen die dan denken van, ja, ik vind het wel ingewikkeld? Of... Wat ik al zei, ik denk dat heel veel, gewoon überhaupt in het leven, is een mindset, hoe je ergens instapt. En je hebt altijd de keuze met welke energie je binnenstapt als je iets nieuws gaat doen. Dus dat is één. En twee is, ik zie ook om me heen dat collega's het ICT-deel echt een obstakel vinden. En vinden dat ze iets echt 110% zouden moeten beheersen voordat ze het durven in te zetten. Ja, ik geloof heel erg ook in dat stukje samen leren. En ik zeg ook altijd tegen studenten, weet je, als het misgaat, ik ben ook aan het leren. Samen met jullie. Ja. En samen komen we er wel uit. En er mogen ook gewoon dingen misgaan. Dat is... Nou, dat maakt de les ook onvoorspelbaar. En dat maakt ook weer dat je dus wil opletten of er weer iets geks gebeurt. Ja, ik weet, in het gesprekje wat we eerder hadden, zei jij zelfs van, ja, soms hoop ik wel een beetje dat er iets misgaat. Want ja, dan kan ik dan gewoon weer lekker op inspringen. Dat vond ik wel een hele mooie... Ja, dat is natuurlijk al een heel energieke gedachte. Maar ja, we zien het wel. En ja, in deze tijd van corona is dat misschien wel de enige goede gedachte. Ja. Zijn er dingen die waarvan je zegt van volgend jaar, herstel dat corona onder controle komt, die echt gaat doorzetten volgend jaar, online, die gewoon zo goed bevallen zijn dat je dat niet meer anders wil doen? Dat denk ik wel. Ik vind op dit moment het heel fijn met mijn mentorklasse. Die mogen dan fysiek nu wel een dagdeel per week naar school komen. Mm-hmm. En daarna hebben we dan ook nog ergens in de week een lesuur online.
dat werkt hartstikke goed om gewoon even bij ze in te checken. En ik kan me ook niet meer voorstellen dat we echt voor hoorcolleges 200 studenten voor een uurtje richting Breda laten komen. Dus ik geloof dat de ambitie van Avans is sowieso om echt veel meer richting hybride onderwijs te gaan. En ik zie daar ook echt wel de voordelen van. Ik vind wel dat er goed over nagedacht moet worden. Hoe je dat doet, dat het echt meerwaarde heeft. En dat het niet gewoon, weet je, wat natuurlijk heel snel gebeurde in maart, is dat je gewoon één op één de vertaalslag maakte naar het online. Ja. Maar dat je echt denkt, wat past waar en hoe vult het elkaar ook echt goed aan. Dus ja, dat mag voor mij wel blijven. Ja, en dat zijn dan weer, dan maken we het cirkeltje rond. Dat zijn dan weer de experimenten die jij natuurlijk aan het doen bent heel veel. En gewoon dingen uitproberen en kijken wat er lukt. En ja, als het lukt, dan ga je dat hoop ik eigenlijk dat je dat dan ook verder kan brengen bij andere studenten. Met andere docenten, daar zijn deze filmpjes natuurlijk ook weer voor bedoeld. Maar we zitten er misschien nog middenin, hè, om dat te ontdekken wat goed gaat en niet goed gaat. Mijn afsluitende vraag is altijd dezelfde. Zijn er nou bij jou nog dingen misgegaan waarvan je denkt van, ja, dat was eigenlijk best wel grappig. Dat was erg fout gegaan, maar ik heb er veel van geleerd. Ik heb vooral erg om moeten lachen. Oh ja, aan de lopende band. Ik had gisteravond nog een open avond die ik vanuit deze thuisstudio hostte. En dat ik de presentatie wegklikte. Nee, maar ik geloof, wat ik gedaan heb, er gaat bij mij altijd zoveel mis. En ik omarm dat met alle liefde, omdat dat juist online lesgeven ook leuk maakt. Dus wat we hebben gedaan voor de eerstejaarsstudenten, dacht ik, hoe kunnen we nou zorgen dat we enerzijds die studenten laten of meegeven dat fouten maken ook onderdeel is van ons leerproces. En anderzijds ook laten zien dat wij als docententeam ook wel een beetje humor hebben. Dus toen heb ik een bingo kaart gemaakt met 24 dingen die sowieso een keer misgaan. Ook gebaseerd op dingen die al misgegaan waren. Dus weet je, een docent die zo half in beeld zit. Of wat ik wel eens gehad heb, dat mijn dochter binnenkomt in de Elsa-jurk. En gewoon les overneemt of dat er de buren aan het boren zijn. Allemaal van die soort dingen. Dus wat je dus merkte bij die eerstejaars bij een online les is, als er dan iets misging, dan was het niet gefrustreerd en zo, oh shit. Was het, hey, die staat op de bingo kaart. Wij gaan het noteren, dankjewel juf. Dus het is gewoon een hele andere energie. En dat maakt het ook gewoon leuk om samen te leren. Ja, nee, super. Ja, dat is ook weer echt een grappig voorbeeld. Nou ja, de energie die straalt echt van je af. Die komt echt heel erg bij me binnen. Ik ga je nog zeker blijven volgen op LinkedIn. Want ik weet ook dat je afgelopen week een heel mooi project, een week lang een project hebt gedaan op school. Met allerlei afdelingen, allerlei faculteiten. En dat het heel spannend was en hopelijk goed gelopen. Jullie evalueren nog met de studenten. Ik ben heel benieuwd naar de uitkomsten, maar ik ben eigenlijk van overtuigd dat iedereen het heel erg leuk vond. Dus heel erg bedankt voor je gesprek en alle energie die jij uitstraalt. En ik hoop je ooit nog eens in het echt te zien. En dan gaat het vast langs. Dat zou ook wel gezellig zijn. Oké, dag. Dankjewel, hè. Doeg.